De organisaties die bezwaar hebben tegen de komst van een Surinaamse ambassade in Jeruzalem zullen gehoord worden door de regering. Dit zei minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking vandaag voor aanvang van de wekelijkse ministerraad. Over het wel of niet vestigen van de ambassade zei het volgende. Nou, daarover hebben we een aantal zaken al gezegd en de president ook. Ik ben bezig met het rapport naar de president, waarin alle aspecten meegenomen worden. En op basis van die rapportage, inclusief de op- en aanmerkingen, de opinies, de visies die zijn gepresenteerd in Suriname, die nemen we allemaal mee. Ik heb dat ook bekendgemaakt, we zijn heel constructief daarover. Er zijn nationale aspecten bij zo'n handeling, er zijn bilaterale aspecten. Er zijn ook regionale, internationale aspecten waarnaar we moeten kijken. Uiteindelijk moeten we in het belang van Suriname het juiste besluit nemen. Ramdien vraagt de gemeenschap om in alle rust te kijken naar de overwegingen om mogelijk een ambassade te vestigen in Jeruzalem. Suriname moet zich niet laten beïnvloeden door andere landen, maar slechts de belangen van ons land voorop stellen. Uiteindelijk gaat het om het belang van Suriname. We moeten er zakelijk en nuchter naar kijken. En dat is hoe ik kijk naar de buitenlandse politiek. We moeten tegelijkertijd oppassen geen elementen in te brengen die schadelijk kunnen zijn. Maar nogmaals, de rapportage komt en de president zal dat ontvangen. En hij zal verder aangeven hoe we ermee omgaan. Ik geloof niet dat het probleem is een relatie met Israël. Ik geloof ook niet dat het probleem is het opzetten van een ambassade. De issue schijnt te zijn, waar zet je het op? Dat is het. Ramdien hoopt dat de gemeenschap geen problemen heeft met het vestigen van een ambassade. Hij zal hierover een rapportage doen aan de president. In het rapport zullen alle overwegingen verwerkt worden waarom er gekozen is voor een andere locatie.